Ik zeg altijd, ja, een vogel bevuilt ook zijn eigen nest niet. En we zitten hier en we kijken daarnaar. Oude bankstellen, afgedankte matrassen en door meeuwen opengetrokken vuilniszakken. Het is het straatbeeld waar bewoners van Transvaal Zuid dagelijks mee geconfronteerd worden. De bewonersorganisatie is er klaar mee en wil dat de gemeente in actie komt. Mevrouw Jannissen, kunt u vertellen wat er precies aan de hand is hier in de buurt? Ja, nou dat kan je wel zien, hè. Niemand die neemt zijn verantwoording. Ik bedoel, als het de bak vol is, dan lopen we niet eentje verder. Dan zetten we het ernaast en dan krijg je dit gedoe. Ik zeg hier, de kleden komen uit de ramen en de zwarte haren leggen hier binnen. Het is een ramp. Je loopt er langs, het stinkt. Ik bedoel, wie wil er nou dan nog in deze wijk wonen op een gegeven moment? Wat vindt u hier nou van? Waardeloos, maar mensen zijn niet op te voeren. Hè? Is toch geen begin aan? Nee, maar wat moet je doen? Het is kijken naar het begin van de straat, hetzelfde. Kijk naar de Fischerstraat. Daar liggen ook 40 vuilniszakken wat kapot getrokken is. En dit is iedere week hetzelfde voor u? Iedere week, iedere maandag. Dus je kan maandag hier weer komen, dan is het weer een zootje. Zo was het. Constant, zeg maar. Dat is geen lekker uitzicht als u hier woont. Nee, maar het stinkt ook. Het is heel onhygiënisch. Je kon je ramen niet open hebben. Want er vliegen die via de feesten hier binnen. Wat doet dit nou met u als bewoner? Nou, heel veel. Want wij zijn heel veel met onze wijk bezig. En als je dan geen gehoor van de gemeente krijgt, dan is dat heel verdrietig, vind ik. De gemeente doet eigenlijk te weinig, zegt u? Nou, er is te weinig handhaving. Vooral in deze wijken. Ik bedoel, je kan mensen haast moeilijk aanspreken. Mensen spreken Pools, spreken Bulgaars, spreken en allerlei talen. Je kan het zo gek niet opnoemen. En ze voelen er eigenlijk voor elkaar niet meer verantwoordelijk. Ik zeg altijd, ja, een vogel bevuilt ook zijn eigen nest niet. En we zitten hier en we kijken daarnaar. Wat zou er moeten gebeuren nu volgens u? Ja, de oplossing is meer handhaven. Goed kijken wie zijn vuil weggooit en bekeuren. Bekeuren, dat is het allerbelangrijkste. Want dan laten de mensen het wel. De gemeente herkent het probleem en laat in een reactie weten. De handhaving op dit soort overtredingen is sinds dit jaar geïntensiveerd en zal naar verwachting leiden tot meer boetes. Ook is er in Transvaal meertalig voorlichtingsmateriaal van deur tot deur verspreid. Buurtbewoners die vuilnisoverlast of vervuilers signaleren, adviseren wij om dit bij ons te blijven melden.